Wij zijn in 2015 door de gemeente Almelo benaderd om de ontwikkelingsmogelijkheden van de Kolkschool te onderzoeken. Met de ogen van nu lijkt het evident om dat te doen, maar met de markt van 2015 namen wij een risico en hebben wij natuurlijk afgesproken dat wij dit exclusief konden doen. Het gaat hier tenslotte om een verkoopproces en niet, zoals de vorige spreker zei, om een aanbestedingsproces. Dat is een essentieel verschil en ik wil dat hier toch wel graag benadrukken. De reden dat ik hier ben gaan staan vandaag, want eigenlijk als ontwikkelaar moet ik eerlijk zeggen, bemoei ik me eigenlijk nooit zo met de politieke vraagstukken. Maar de reden dat ik hier toch vandaag gekomen ben om in te spreken is eigenlijk meervoudig. In de eerste plaats denk ik dat mijn bedrijf Close Two hier in Almelo niet echt bekend is. In Hengelo en in Enschede hebben we redelijk wat projecten gedaan, in Almelo niet. Dat betekent ook dat de raadsleden en de publiek mij niet kent. En het leek mij goed om dat verhaal te vertellen. Wie wij zijn, wat wij al gedaan hebben, wat onze ervaring is en waarom wij de meest geschikte partner zijn om de Kolkschool te herontwikkelen. Tegelijkertijd is er de afgelopen periode, vooral door de werkgroep, maar ook op social media, behoorlijk toon gezet als het gaat om zeg maar het proces. En vooral ook mijn rol daarin, althans, zo heb ik het ervaren. En men heeft dat geprobeerd om dat wat te ontkrachten, maar dat hadden ze dan beter kunnen doen voordat ze dat interview met de krant hadden en op Facebook. Hoe verklaart u het feit dat het bericht in de wereld is geholpen dat een bieding van de Kolkschool aan u doorgespeeld zou zijn? Die mail van 12 februari waar u op doelt, die had nooit verstuurd mogen worden. Een van de raadsleden vroeg mij van wanneer had jij gefronste wenkbrauwen? Nou, op het moment dat je zo'n mail krijgt, heb je gefronste wenkbrauwen. Kijk, als het aan mij ligt, doet de gemeente gewoon wat ze beloofd hebben, namelijk het pand aan mij verkopen en de ontwikkeling doorzetten. Daar staan wij voor. Tegelijkertijd besef ik mij ook dat met de raadsvergadering van vandaag dat er niet gemakkelijker op geworden is. Welk beeld was dat precies volgens u? Het beeld dat ik onder één hoedje zou hebben gespeeld met de gemeente, dat is absoluut niet zo. Wij hebben dezelfde vragen gekregen als de andere partijen op dezelfde manier, op dezelfde momenten. Dat laten de e-mails ook zien. Het feit dat er vragen blijven komen over e-mails die er verder helemaal niet eens zijn, daar zit een soort van achterdocht achter die je er kennelijk niet uitkrijgt.